Hey, hallo, welkom bij deze video-instructie over Nearpod, gemaakt voor MBO MediaWijs. Mijn naam is Menno en ik ga je meenemen in de wonderlijke wereld van Nearpod. Nou, op nearpod.com kun je een account aanmaken. Dat is gratis, er is een gratis optie. Er is ook een betaalde optie waar je nog veel meer in kunt. Maar voor nu gaan we lekker in op de gratis optie. Ja, na het inloggen kom je op een leuke welkomstpagina. En als je dan op Mijn Nearpod klikt, dan kom je in de bibliotheek waarin al je presentaties staan. Het maken van een presentatie is niet zo moeilijk. Je gaat naar Create New Presentation. Nou, ik was hier alvast begonnen met wat klaarzetten. Het is net een kookprogramma, hè. Alles staat al klaar in de oven. En er staat al best wel veel in. Heb ik er niet zo heel veel werk aan gehad, want wat zien we hier? Je kunt een kant-en-klare of een kant-en-klare, een PowerPoint die je al eens eerder hebt gemaakt, die kun je gewoon uploaden in Nearpod en daar maakt hij dan een Nearpod van. Dat scheelt je namelijk een hoop werk. Ik vind het bijvoorbeeld veel makkelijker om in PowerPoint de opmaak te doen van mijn presentaties. Nou, heb je PowerPoint eenmaal erin gezet, dan kun je actieve elementen toevoegen. Bijvoorbeeld door Add Slide, nou, twee knoppen, kan niet makkelijk genoeg zijn. En verschillende opties. Add Content, dat is gewoon een nieuwe slide met tekst, niets interactiefs. Een website, helaas is dit premium. En activiteiten. Nou, die activiteiten, die zijn leuk, want daar kun je tenminste wat mee. En daar kunnen die studenten mee geactiveerd worden. Nou, bijvoorbeeld een open vraag erin. Studenten geven via een telefoon antwoord en jij als docent ontvangt al die antwoorden. Maar ook collaborate, bijvoorbeeld voor een brainstorm sessie of draw it. Nou, teken maar eens een molecuul. Dat komt bij mijn vak als scheikundedocent wel eens voor. Afsluiting van een les of een periode met een quiz. En zo kun je doorgaan. Een poll, fill in the blanks. Leuk voor docenten Nederlands, Engels enzovoorts. En een memory test. Schijnt het best wel erg te zijn met dat geheugen af en toe. Maar met dit ding kun je het activeren. Nou, heb je je PowerPoint of je Nearpod helemaal gemaakt? Nou, save en exit. En dan kom je uiteindelijk in het volgende terecht. Je kunt het trouwens ook nog metadateren. Daar vragen ze om. Want dan kun je het makkelijker terugvinden. Dan ben je weer terug in je bibliotheek. En dan wil je aan de slag. Je wil ervoor zorgen dat die studenten ook echt hun lessen kunnen geven. Dan klik je op de knop Live Lesson. En dan komen ze uiteindelijk hierop uit. Dit laat je zien op het bord. En de studenten kunnen door middel van die code, die verschijnt als je hem opstart, ook nog eens een keertje heel groot in het scherm, kunnen ze inloggen op de website. En dan zien ze dit ook op hun device. Het leuke als docent kun jij zien hoeveel studenten er meedoen en welke studenten er juist niet meedoen. Want dan kleurt het bolletje rood. Geen idee hoe dat zit met die privacy settings. Zal wel niet helemaal goed zijn. Maar informeer de studenten er in ieder geval over dat jij dat kunt als docent. De studenten kunnen meedoen en jij als docent hebt de touwtjes in handen. En gaat door de PowerPoint, sorry, door de Nearpod heen. En de studenten kunnen dan antwoorden gaan geven. Nou, heb je je les gegeven, dan heb je uiteindelijk ook een bak met resultaten. Resultaten waar je aan kunt zien van hoe ver is de groep, welke student heeft er nog extra ondersteuning nodig. Dus best wel handige data komt eruit. En daarin, die data moet je wel binnen een korte termijn na het geven van die presentatie downloaden. En ja, die kun je dan verwerken. Daar krijg je een PDF-je, komt eruit. Nou, mijn lessen zijn allemaal te lang geleden om PDF-jes te kunnen genereren, maar je ziet hem er dan hierbij staan. Nou, zo zit Nearpod in elkaar. Ik zou zeggen, probeer het uit. Er zijn verschillende opties. En ja, heel veel plezier. En mocht je vragen hebben, laat het weten. Doei!